Zo, maar even een update. Het is vandaag maandag 20 december. Het is 1:05. En dit is de hoogte van de stijgers, zeg maar. Dus ja, gaat lekker. Dus ze gaan nu nog even de stijgers doen deze komende 2 dagen. En dan is het... Naar de kerstvakantie, gewoon in het nieuwe jaar gaan ze weer verder, denk ik. Maar aan deze kant staat al wel een muurtje. Kijk maar, kijk. Ga ik even een stukje naar achteren. Ja. Aardig wat al hoor. Mag niet klaas. Daar is ik al, ze gaan hard hoor, moet ik zeggen. Ja, ja. Kijk, daar is ik al. Ik ga even naar achteren. Kijk, en dan zie je dus daar, hier al een muurtje staan. Ik zal even inzoomen. Kijk, de rest is nog helemaal niks, zoals je kan zien. En dan gaan we hier dus ergens bochtje om. Ja, hier dus. Dan zijn ze hier dus druk bezig met werken. Helemaal top. Helemaal goud. Lekker bezig. Nou, ze komen ook alweer aan en met lading. Het is vandaag donderdag 17 februari 2022. Want ze gaan ook aardig hard, moet ik zeggen. Of jullie het kunnen zien, we zijn ook bezig met metselen en alles. Het gaat hard. Ja, lekker bezig. Ik weet niet of jullie het zien, maar er zit ook dus vloerverwarming in. Ja, kijk eens. Er komt dus ook nog een keer vloerverwarming in. Ja, ja. Lekker luxe. Maar weer even een update. Het is namelijk vandaag woensdag 30 maart 2022. En ze gaan hard in één keer. Kijk dan eens hoe mooi dit is. In dit hoek zitten de ramen er al in. We zijn ook boven al bezig met de ramen. De hele bovenbouw die zit er al in. Bijna. En met ramen. Geweldig. Ja. Je mag foto's maken, hè? Filmen. Dat mag niet. Echt wel? Ja. Ja hoor, dat mag zeker. Ja, en pech. Oh, doe het goed. Tuurlijk. Maar even een update voor jullie mensen. Het is namelijk vandaag donderdag 28 april. En zover zijn ze dus al. Ze zijn in één keer zo hard gegaan. Maar zo hard. Eens kijken. Het zit er overal in. Ramen. Bijna overal. Maar ze gaan ontiegelijk hard. Nou, net liep ik dus daar. Nou, hier aan de zijkant. Wat ik dan wel weer een beetje jammer vind, is dat die raam kapot is en die raam kapot is. Maar voor de rest gaat het hard. Het gaat heel hard. Kom maar. En dan komt dus hier dus de ingang. En aan de andere kant van deze kubus ding, zeg maar. Kubus, ja hoor, kubus, goed. Goeie woordspeling, kubus. Kom maar, goed zo. Kom maar.
En dan komt dus hier, zie je ook, dus een hele mooie deur. Hier komt dus dan ook weer een ingang dus. Ja, een hele goede middag. Ik ga zometeen voor jullie de camera omdraaien. En ik ga weer even een update geven over de school, de Waalse Louise, de Colligny School. Ja, het is vandaag, namelijk donderdag 1 september 2022. En het is 11:55 in de middag. Dus hierna komt dus zometeen de update over de school. Want ze zijn nog heel erg opgeschoten. Zoals jullie dus kunnen zien, staat de school al helemaal. Ja. En ja, ze zijn dus bezig met bestrating en met hekwerk te doen. Ja. En de hele keten is hier dus helemaal weg. Hier dus. En ja, ik blijf wel even gewoon filmen. Hier hebben ze allemaal nu tegels. Want dit is een ingang. Namelijk, en dan komt hier dus het kantoor van de leraren of zo. Geen idee. En wat ik al zei, ze zijn hier dus druk bezig met de bestrating. En wat ik al zei, hekwerk. Dan zijn ze lekker druk bezig. Ja, zeg, ze zijn lekker bezig. Lekker in de schaduw nu. En zo ziet de school dus eruit. Van de buitenkant. Ze zijn ook nog binnen bezig met de laatste afwerkingen. Want zoals het er nu uitziet, gaat deze school dus namelijk 21 september hun deur openen. Zodat de kinderen dan ook hier weer naar school toe gaan. Dus het wordt hier dan weer een heel stukje drukker. Ja, een heel stuk drukker. Kijk, en dan zijn ze hier ook weer bezig. En tot en daar, zou je ook zo meteen zien, hebben ze dus alweer het hekwerk geplaatst, zoals wat hier staat. Even vanaf het fietspad hier even filmen. Kan je nagaan. En dan kun je dus eigenlijk nagaan en dat dit dus een schoolgebouw was van 3 etages hoog. Dus hier bovenop was eigenlijk nog een etage. En hij was een heel stuk groter dan wat hij hier nu staat. Ja. Wat zeg ik? Ze zijn lekker bezig met aan het afwerken. En dat ik, wat ik al zei, hier staat dus ook nog geen bouwkeet meer. Heel veel weggehaald. Dus ja, dat chill.